Ja, nou ja, maar goed, we staan op het eerste festival hier in Haaksbergen. Wij zijn begonnen eigenlijk met een online bierfestival. We hebben aangekondigd in januari. Toen was natuurlijk alles qua corona restricties, zat alles er nog op, dus niks mocht. Maar goed, toen we gingen beginnen met de verkoop, ja, toen mochten we ook ineens weer mensen ontvangen. Dus in eerste instantie mochten we 100 man. En dus zijn er een paar meer geworden volgens mij, maar goed. Dus we hebben nu ook echt een live festival. Dus we zijn nu tegelijkertijd aan het uitzenden. Dus af en toe moet ik ook interviews geven en dingen aan brouwers vragen. En daarnaast hebben we dus echt een live festival met een band. We hebben alles erop en eraan, dus je ziet het. Het is net echt het allereerste festival in Haaksbergen. Bierfestival. Wij zijn Mark en Marijn. We zijn van de Fight Street Brewery uit Ulft, uit Achterhoek. En we staan hier op Richters Bierfestival in Haaksbergen om bier aan de man te brengen. Wat voor bier hebben jullie? We hebben op de tap een Black IPA. En die hebben we natuurlijk ook op een fles. Dat is een IPA-stijl met een gebrande mout. Daardoor krijg je een zwarte kleur. We hebben een Weizen. Dat is wel de bekende bierstijl, iedereen wel kent. We hebben mooi van de tap. En we hebben nog verschillende bieren ook op fles. Dat is een pastry stout barrel aged whisky. En dan hebben we heel veel verschillende. We hebben bok en we hebben nog een andere bourbon barrel aged bier. Waar is die passie van ontstaan? Het is allemaal begonnen gewoon met bier drinken eigenlijk. Dat kunnen we niet. Vooral heel veel bier drinken. Dat is heel belangrijk om deze uit de hand gelopen hobby te starten. Ja, dat is het wel een beetje. Het begon met biertjes drinken en daaruit ontstond het idee om zelf bier te brouwen. Het begon klein en het is eigenlijk gewoon uit de hand gelopen. Ja. Dat kan niet, ja. Wij zijn bierbrouwerij Winters. Wij komen uit Winterswijk. We staan hier op dit eerste festival weer na corona. Ja, hoe is het om toch weer een bierfestival te hebben? Nou, weer apart. We zijn 2 jaar hebben niet op een festival gestaan en nu we mogen weer. Het is natuurlijk nog vrij klein, maar we zijn er heel blij mee. Wat voor bier brouwen jullie? We hebben diverse verschillende stijlen brouwen wij. Dus als je nu kijkt, we hebben nu een Weizen bij ons, een IPA, een Russian Imperial Stout en een blond biertje. We brouwen van allerlei bieren, van vat gerijpt tot aan lichte zomerbiertjes, tot winterbieren, bokbier. We gaan hem afsluiten, of niet? Ja. Gaan proosten. Proost. Cheers. Ja, het is wel een beetje spannend, moet ik zeggen. Ik voel wel... We hebben alles goed georganiseerd volgens mij, maar toch komen er allerlei dingetjes tussendoor. Zoals de band die ineens corona heeft en niet kan, dus we hebben hals over kop een nieuwe band moeten regelen. Het is super gaaf, natuurlijk, absoluut. Kijk, het is nog geen echte brouwerij, maar het voelt wel zo, het ademt al bier, dus er staat nog een mooiste wacht hier eigenlijk.